Ik ben Evert de Jong, wethouder gemeente Laren, verantwoordelijk voor, ook voor de verkeer en vervoer. We hebben hier de Naardenstraat opgeknapt. We hebben dat fors binnen de geplande periode gedaan. En we zijn heel gelukkig dat dat gelukt is, zodat de omwonenden en winkeliers zo min mogelijk last hiervan gehad hebben. En ik wens hen allen een voorspoedig Sinterklaas en kerstperiode toe. Walter, ben je tevreden met de opening? Mijn naam is Roland de Jong. Sorry. Voorzitter van de ondernemersvereniging Naar de Straat. Heel tevreden. Ik ben heel blij dat het binnen de tijd is gegaan. En zelfs nog veel korter. Dat is heel goed voor ons allemaal, want heel veel ondernemers hebben best een zware tijd. En dit zijn de maanden waarin we heel veel andere maanden goed kunnen maken, hopen we. Dus daar gaan we nu volop mee verder. Waarbij we hopen dat ook de aanstaande koopzondag iedereen meedoet om de straat tot één geheel te maken. Dankjewel. Ja, geweldig. Dankjewel. Ja, wij zijn ook allemaal heel erg tevreden. En ik moet zeggen dat in het begin hebben we ernstige zorgen gehad over de snelheid waarmee het zou kunnen gebeuren. En de einddatum die ons toegezegd was, of die haalbaar was. En toen zijn we toch wel in conclaaf gegaan met de wethouder en zijn uitvoerende. En daar is toch wel uit de voorschijn gekomen dat, dat er in tweede instantie keihard en ook communicatief heel goed gewerkt is met ons. En dat we ook heel blij zijn dat we nu... Ja, de periode die inderdaad een stukje van het jaar goed kan maken, dat die aangebroken is en dat de klanten bij onze winkels kunnen komen. En wij zijn de gemeente daarvoor dankbaar, met name Evert en niet minder Mattie, waar we ook prettig mee gekomen zijn. Mattie, u bent aannemer? Nee, ik ben een gewone ambtenaar. Gewone ambtenaar van de gemeente? En verantwoordelijk voor dit. En bent u erg tevreden? Ik ben zeer tevreden. Oké. Met de winkeliers, de contacten, de aannemer en zelfs met de wethouder. Zelf met de wethouder. Mag ik misschien vragen, wat is uw reputatie in het dorp? Ja, dat moet u aan de dorpelingen zelf vragen. De een zal heel gelukkig met me zijn en de ander is misschien wat minder gelukkig met als die bepaalde zaken. We gaan ons onderzoek starten en we komen volgende week bij u terug. Oké, okay, dank.